Een van harte goeiedag, beste kijkers, en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 59ste aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname nog steeds in haar greep houdt. We hebben helaas een 6e COVID-19 dode te betreuren. Gisteren is de persoon in het ziekenhuis overleden. Bij de opname van het programma is het aantal COVID-19 positieve gevallen 236. Daarvan zijn 182 actieve gevallen. 48 personen zijn genezen, verklaard gelukkig maar. En 253 personen zijn in quarantaine. Later op de dag is de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder is gestegen. Vandaag is onze gast niemand anders dan Sheritza. Spreek ik het goed uit? Prima. Sheritza Lewis. Met haar praten we over de recente zorgwekkende ontwikkelingen rond COVID-19. Wie is Sheritza Lewis? Welkom. Goedemorgen, dank u. Ik ben een zus die in Nederland een broer heeft die genezen is van COVID. Nadat hij het heel erg heeft, het full blown gehad. En het markante is dat de dag dat mijn broer uit het ziekenhuis richting het revalidatiecentrum ging, belandde mijn moeder in het ziekenhuis. En ze is nu iets meer dan 8 weken nog steeds op de IC. Dat is minder en je bent hier. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, het is heel moeilijk, het is heftig. Maar ik heb heel wat familieleden, heel wat vrienden, heel wat geloofsgenoten, want ik ben christen. Mm. Ook mensen aan het werk, een paar collega's die me supporten. Yeah. We bidden heel veel tot Jezus Christus en dat helpt. Het geeft rust. Mm-hmm. En de wonderen zijn nu uitgebleven. Mm. Want eigenlijk heeft mijn broer het zodanig gehad. Hij was al ongeveer een week thuis ziek. Zijn stiefkinderen waren ook genezen. Zijn vrouw had hem nog wel. Maar hij was ziek thuis. En plotseling op een maandag kreeg ik te horen van hij is opgenomen in het ziekenhuis. Mm-hmm. En binnen 2 dagen moest hij naar de IC, aan de beademing. En het was elke keer een op en neer, want hij was ook heel erg angstig. Hè? Want het is zo benauwd als je in ademnood komt. Je weet niet wat er gebeurt, het is angstig. Ja. En diezelfde week, want hij is op een maandag opgenomen, en vrijdag werd hij gesedeerd. Hij werd kunstmatig in slaap gelegd, dus in kunstmatige coma. Ja. En het was spannend. De volgende dag, dus hij is vrijdag in slaap gelegd, de volgende dag, boem, helemaal, zijn nieren, terwijl hij een gezonde man was. Direct moest hij nierdialyse krijgen en dat heeft hij heel wat weken gehad. Maar het was heel spannend, want elke keer was het dat hij dan op zijn buik gelegd moest worden, want het ging maar niet met zijn longen, het ging maar niet met het beademen. We hebben heel wat keren gegild, we hebben echt tot Jezus geroepen om hulp. Ik vroeg zoveel mogelijk mensen om te bidden, want soms als mens, als zus, bedoel, het is de enige zoon van mijn moeder, dat je zakka. Absoluut. Je zakka echt. Maar dan heb je de mensen die je dan opkrikken, je bemoedigen, waarvan je weet van eens ondersteunen je in gebed. En ook het lezen van de Bijbel helpt, weet je? Ja, ja. Dus, maar ook, je merkt dat de familieband hechter is geworden. Ja, ja. Want ik ben hier, de anderen zijn in Nederland. Precies, ja. Maar dan heb je al de hele dag contact. En het is heel moeilijk, want in het begin konden we geen contact met hem hebben. Alles ging via de verpleegkundige of via de artsen. Ja. Maar je kon hem niet zien, je kon hem niet aanraken. En je moest maar geloven wat ze je zeiden. Het is pittig, echt waar. Mm-hmm. Het is heel pittig. Ja. Maar op een gegeven moment kregen ze in het ziekenhuis daar het idee om, toen het een beetje ogelijker was, toch? Ja. Om met ons te facetimen. Dus eens in de zoveel tijd, en nu is het dagelijks met mijn moeder, dat we kunnen facetimen, toch? En dat doet je goed om de persoon te zien. Precies. Ja. En dan konden we ook, ondanks hij in slaap was, hij niet reageerde, konden we dan tot hem praten. Weet je, want hij nam het op.
Ja. En dat heeft wonderen gedaan. Ja, en waarschijnlijk dat contact heeft hem ook gesterkt. Hè? Ja, want je alleen zo voelen, alleen is nooit goed. Hè? Nee, dat is echt eng. Het is heel erg eng. En met uw moeder, hoe gaat het nu? Mijn moeder is nu ook COVID-vrij verklaard sinds 3 weken. Mm-hmm. Maar vanwege de complicaties die ze heeft gehad, want... Boy, dat ben ik eraan hè. Want... Maar ze is nog herstellende, want mijn moeder had op een gegeven moment, op een dag hoorde van, mijn moeder is, zou we dat moeten reanimeren. Dus, mima ben didik bag. Hoe oud is je moeder, by the way? Mijn moeder is 73. Zo. Maar, we hebben weer gebeden en ze zeggen, nog net op tijd hebben ze gemerkt dat er iets mis was. En, want niemand was toen in de kamer. Ja. Maar alle bellen en apparaten begonnen te rinkelen. Ja. En dan zijn ze gerend en ze hebben gezien dat ze er niet meer was. Maar door reanimatie hebben ze er kunnen Dus ze waren er snel bij, gelukkig Ze waren maar. Snel bij. Maar dat was niet alles. Wat er ook gebeurde, een paar dagen daarna kreeg mijn moeder een hersenbloeding. Een herseninfarct. Ja, als je dacht dat je alles had gehad. Oh my goodness. En ze hadden het niet direct door, want ze was in slaap. Ze was in slaap. Maar we merkten een paar dingen, weet je. Ik bedoel, als kind ken je je moeder. Ja. Daarom is het goed. Heb contact met je mensen. Ik heb elke dag contact met mijn moeder. Telefonisch, weet je. WhatsApp doet wonderen. En als je iets niet hoort, dan weet je, er is dus, iets aan de hand. Zo zagen we, mijn zus is ook arts. En toen merkten we bepaalde dingen. Hebben we aan de bel getrokken en zijn ze verder gaan kijken. En Zo zie je wat oplettendheid doet. Want als je geen contact had, hadden jullie geen alarm kunnen slaan. Dus dat, het is heftig. Je broer is nu je moeder nog en ja, ze is aan de betere hand. Ja, ze is aan de betere hand, maar je weet de gevolgen, die zijn er. Die herseninfarct. Die herseninfarct, ze begint nu wel te reageren aan de rechterkant, want dat was helemaal uitgevallen. Maar er komt nu beweging, want we bidden, ze krijgt therapie. En vandaag is ze nog naar een ander ziekenhuis overgeplaatst en dat er daar toch nog wel weer een bepaalde ingreep moet worden gepleegd. Ja. Weet je, het is Maar het is was heftig. Het echt in de periode toen het zo heftig was in Nederland met het aantal? Ja, helemaal. Mijn broer is 16 maart opgenomen. En mijn moeder is 17 april het ziekenhuis ingegaan. Bijna een maand later. Hadden ze contact, die twee? Nee, dus... Maar gewoon twee aparte gevallen? Apart. Mijn broer is door een klant, bij wie hij een installatie was gaan doen, is hij besmet geraakt, want die meneer was ziek. En mijn moeder, die had, ik weet niet, ze hield zich wel aan de regels. Maar ik denk community spreading, want ze ging elke dag wel een beetje lopen, een ommetje maken in de buurt, en soms naar de supermarkt. Oudere mensen zijn iets vatbaarder. Ja. Oké. Okay. Had je moeder onderliggende ziekte, chronische ziektes? Wel, ze heeft wel een beetje bloeddruk en wat suiker, maar dat was niet, heeft niet voor de problemen gezorgd. Wat bij beide voor problemen heeft gezorgd, is meer het klanteren van het bloed. Want bij COVID krijg je direct een dubbele dosis van een of ander antistallingsmiddel. Ik hou me de namen ten goede, want minder de deskundig wat dat betreft. Maar... het werkte bij beiden niet echt, weet je, mijn broer... Ja, iedereen is anders. Nee, iedereen is lichaam, toen moesten ze een zwaardere dosis van anderen geven en ja, het is En hoe keek je naar COVID, het hele COVID-pandemie, voordat jouw eigen mensen zo dicht bij jou besmet waren? Dus ik vond het spannend, maar je weet, het was iets ver van mijn bed af. Ja, ja in China, in Nederland begint het al heel dichtbij te worden, maar... Je dacht, het gebeurt ons niet. Het we overkomt hopen, ons niet. Weet je, het was... We hebben SARS niet gehad, we hebben heel wat van de dingen niet gehad. Dus die praxeer, het blijft een beetje ver. Voorzichtig, maar ach, we zijn goed hier in Suriname. Ja, ja. Totdat ik die maandag het telefoontje kreeg. En dan ben je wakker geschud? Helemaal. Maar soms drukt het dan nog niet eens dat je door. Maar dan wanneer je een beetje rustiger bent, ay boy, het is zwaar. Het is zwaar. En even terug, je broer, hoe maken ze gezinsleven? Want je zegt, zijn vrouw was ook besmet. Dus die kinderen zijn heel snel beter geworden. Die hadden een griepje, toch? Wel met koorts, 2 weken heftig. Mm-hmm. Het is eerst bij het meisje begonnen, kleinkind. En dan die jongen. En toen die vrouw en mijn broer. Maar mijn broer heeft het, die anderen die hadden het echt heel lichtjes. Maar hij heeft het echt heel zwaar gehad. En... Ze hebben ons gezegd, de infectiologen in Nederland,
toen al, toen mijn moeder werd opgenomen en het ook heel zwaar is, toen ze ook in slaap moest worden gelegd. Want zij is toen 3 weken in slaap geweest en mijn broer, 4 weken. En mijn broer 2 weken. Toen zei de infectiologe ons, het ligt naar het schijn, omdat moeder en zoon het hebben gehad, maar dan nog in zo'n heftige mate dat er vaker voor hun leven moest worden gevreesd, hebben ze ons als dochters gezegd, wij moeten oppassen om het niet te krijgen. We moeten super voorzichtig zijn, want als we het krijgen, vanwege misschien een of ander ding in onze genen, kunnen wij het ook zo heftig krijgen. Ja, dus die heftigheid ja, kan maken door en de familie smeekt echt van, please, wees veilig, want u moet kiezen. Mm-hmm. Maar met mijn broer gaat het beter. Hij is natuurlijk nog in therapie, want COVID maakt je moe. Mm-hmm. Het maakt je moe. Ja, als je zo moet strijden om te ademen dan. Een voorbeeld. Mijn broer was 105 kilo of zoiets. Trouwens, dat is ook iets, hè. Ze zeiden ons, wij van de donkerkleurige, dus ik zeg wij Surinamers, want bijna alle Surinamers zijn donker, mm-hmm. Omus dena ai. Want we zijn redelijk, nou we zijn heel erg vatbaar ervoor. En als we het krijgen, kunnen we het ook zwaar krijgen. Waarom? We hebben veel mensen hier in Suriname die suikerziekte hebben. Veel mensen die hoge bloeddruk hebben. En heel veel mensen met overgewicht. En vanwege het feit dat mijn broer overgewicht had, heeft het hem ook heel erg geraakt. Ja. Hij is van 105 kilo naar 84 kilo gaan binnen 3 weken. Wow. Mm-hmm. Dus met het zwaarste gymregime kom je niet zo snel. Kom je niet zo snel. Ja, en soms liep je op een hele grote beer door dat die nieren niet functioneert. Het was eng. Mm-hmm. Maar het gaat niet goed. Hij beweegt weer. Hij moet nog elke dag trainen. Hij is nu ook ze hebben hem ook gevraagd om mee te doen aan een onderzoek. Om te kijken wat de gevolgen zijn van corona en het natraject van mensen die corona, die COVID hebben gehad. Maar ook wat voor type mensen er vatbaarder voor zijn. Dus het is een onderzoek van een jaar in Nederland. Dus. Okay. En hoe kijk je nu naar COVID, nu je familie het heeft gehad en nu gelukkig bij God aan de betere hand zijn. Hoe kijk je nu eraan? Ben je panisch of ben je juist voorzichtig, gewoon voorzichtig? Omdat ik in God geloof, ben ik niet bang. Maar mi dena ai. Ik ben heel erg voorzichtig. Mijn kinderen zelf gaan niet naar buiten. Ze willen niet. Mm-hmm. Die kleine van me van 30 zegt, COVID is op straat, dit is. No, mi nego. Maar we zijn heel voorzichtig, hand sanitizer, continu alles wat we hebben gekocht. Even met een chloorbadje afnemen, groenten super wassen, even laten drogen en dan in de ijskast. Dus we zijn super voorzichtig. Elke dag weer even overal vegen en afnemen. Mm-hmm. En zo min mogelijk contact met mensen. Mm-hmm. Oké, en ja, dat zal ook je boodschap zijn aan de gemeenschap. Kijk, je mag in de camera kijken. Ja. En ze eigenlijk erop wijzen hoe belangrijk het is dat je voorzichtig bent. Om ze erop te wijzen heb ik een gedicht geschreven. Mijn serenatongen is niet zo denderend, maar ik hoop dat de boodschap goed overkomt. Jongewang, ouruwang, mansma, umasma, sikiwang, gosontuwang, juwan libi, corona siki, anomakriki, juwan iblo, strati ina musgo. Tang nai oso. Wash you ani. Hoor a 2 meter. No fas you fesi. Want dadelijk je na abitesi. Wear you masker. So COVID-19 nebaster. Tang nai oso. Opo you doro. Opo you fensre. Stong tap you jari. Tek a sweet winti. Tek a strananzong. Nyang furu frotu, nyang furu gruntu. So you libi, no sade na dungru. You wani libi? You wani blo? Makandra na strati uno musgo. Tang nai oso. Money na prince pari. Mavroko money, no mus make you bari. Lop you srefi, lop you famiri, lop you birti. Makandra, make we lop stranang. Brokken a ketti, brokken a banti. So we, no sakanti. Tang nai oso. Mm-hmm. Geweldig. Dankjewel, Charissa Lewis. En voorzichtigheid. En de mensen hebben de boodschap gehad. Ik hoop dat ze het ter harte nemen. Maar we kunnen toch wel iets positiefs zien. We zien dat de gemeenschap uiteindelijk
nu begint door te dringen. Jammer dat het misschien kwam door het aantal doden, die zo in één dag, twee dagen, drie doden. Misschien komt het daardoor, we weten het niet, maar we zien dat mensen langzamerhand toch luisteren. Ja, en zoveel mogelijk. Jammer van het stukje van sociale zaken natuurlijk, dat de mensen ja, tegen de regels in allemaal zijn gaan hokken daar voor een pakket. Ja. Maar aan de andere kant begrijpen we de mensen ook, want als je honger hebt, wil je alles doen om aan eten te komen. Dus ik, de overheid tenminste, de draai aan een paar botten om het zaakje anders te gaan doen, gelukkig maar. En zo zien we, we leren altijd. En voor de rest wil ik u een hele veilige dag toewensen. Het is vandaag woensdag, we zijn wel in de studio omdat we moeten werken en omdat we u de boodschap moeten brengen elke dag. Daarom zijn we hier, maar het is vandaag total lockdown. Dus je hoort, als je niet tot een essentieel groep behoort, dien je thuis te zijn met je kinderen en met je vrouw, met je gezin, je gezinsleden. Hou je elkaar leuk bezig. Er zijn spelletjes van vroeger. Er is zoveel te doen, jumpen, voeten, noem maar op. Maar maak het leuk voor jezelf en be safe. Tot de volgende keer. Dag.